We zijn vandaag afgereisd naar het kleinste stadje ter wereld, Durbuy. Dit charmante stadje is gelegen in de Belgische Ardennen en omringd door natuur en een rijke historie. We bezoeken hier Le Sanglier des Ardennes. Ja, Durbuy is al lang een heel belangrijke bestemming voor reizigers, voor toeristen. We hebben veel aan te bieden. Cultuur, patrimoine en natuurlijk gastronomie. Het is ook een van de redenen waarom heel veel mensen stoppen hier. Ah, Le Sanglier is al lang een institutie in de streek, heel bekend in België en zeker in Vlaanderen. We waren toen een relais gastronomiek, dat zijn we nu nog. Dus het is een 5-star hotel met heel veel restaurants die daaraan verbonden zijn. Le Sanglier des Ardennes is niet zomaar een hotel. Hè. Dat is een instituut voor mij. In dit pittoreske dorp zoals Durbuy is dat een uniek hotel. Wat wij vooral willen, is van Durbuy een gastronomisch oord maken. Wij hebben dus de Wagyu, een typisch grillrestaurant. Wij hebben natuurlijk een van de mooiste wijnkelders van België. We hebben de Brusserie, waar is echt de sharing food. Dan hebben wij Limon et Tartuffe, Italiaans restaurant. Dan heb je natuurlijk hier, waar we hier zitten, de Grand Vert. De Grand Vert natuurlijk, wel een beetje het paradeplaatsje van de Sanglier. In de spa kunnen de klanten gebruik maken van de sauna, van de tamam, van de ijsfontein, van de relaxiezijn. Zaal, sorry, en van de buitenjacuzzi met uitzicht op de natuur. Met onze 5 privécabines, klanten kunnen kiezen tussen massage, lichaam of gezicht, anti-aging behandelingen en we hebben ook psamotherapie, een warme zandbad voor massage. We hebben ook verschillende formules van de make-up met de Genredale producten. Er zijn heel veel mogelijkheden in Durbuy voor de dagtoeristen. De streek is heel mooi, dus je hebt een oert, ons rivier. En daar kan je kajakken, kan je wandelen. We hebben ook een avontuurpark. Dus er zijn talrijke mogelijkheden voor dagtoeristen in Durbuy. Iedereen is welkom en iedereen heeft een goed moment hier in Durbuy.